hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. We hebben al ontbeten. En ik heb me even klaargemaakt om naar het zwembad te gaan. Nesim gaat nog eerst even sporten. Dus ik ga even sporten. Dus ik ga eerst even alleen naar het zwembad. Ik neem even een strandtasje mee met allemaal spullen in. En mijn boek. Want ik wil vandaag beginnen met boeklezen. Ik heb mijn nieuwe bikini aan van de ASOS. En ik heb er een jurkje overheen van LA Sisters. Is echt super mooi. En Nesim heeft echt zin om te sporten. Ik was bijna mijn handdoek vergeten. Maar hij zit erin. Zo, wij zijn nu buiten. Het is echt zo warm. Niet normaal. Ik heb dat ook, man. Ja. Ik heb vanochtend een salade gegeten. Omdat ik gewoon niet meer kon. Waarom je film mij niet eens? Ja, wel hoor. Ja, ik heb dat ook, man. Dat ik misselijk word van eten. Oké. Ja, alles wat jij hebt, heb ik ook. Zeg maar nog iets. Nesim wil even meepraten met mijn vlog, jongens. Zeg maar nog iets. Nee. Dan heb ik het ook. Nee. Dus je wordt altijd boos dat we hier geen plek hebben, maar ik kom hier altijd te laat. Ja, maar ja, kom op. De jurk is echt zo mooi in de zon, hij glimt helemaal. Er is nergens plek, dus we gaan lekker in de zee springen hier. Heerlijk. En die mensen willen die pleuris krijgen. Waarom? Walla, kijk, heel die tyfusrij, die hebben zijn handdoek gelegd, niemand is daar. Mensen is boos, let niet op hem. Oh, lekker dit. Nu doet hij weer zogenaamd vriendelijk. Nep. Jongens, ik ga even onder, want ik moet iets water mee, maar het is echt heel koud vandaag. Gisteren was het nog veel warmer. Jump, jump, jalla. In één keer. Jalla, turtle. Jalla, jalla. Oké. Kijk eens, zwemmen als een schildpad. Kijk, kijk, kijk. Oh mijn god, we hebben echt heerlijk gezwommen. Ik heb zelfs met de duikbrug van Nesim gedoken. Ik heb allemaal visjes gezien. Dat was echt top. Vond je het leuk? Ja. Normaal gezien krijg je paniekaanval. Ja, ik vind het wel eng om zeg maar, te zien wat er onder je gebeurt allemaal. Oh, ik zag wel één gekke vis, man. Dat was zo goed. Ja. Toen Nesim die zag, ging ik gelijk uit water. We gaan nu even hier naar het barretje toe. Gaan we even wat drinken, want ik heb allemaal zout water binnengekregen. Drink aan. Ja. Ik ben lekker voor een cappuccino gegaan. En wij gaan hier aan het barretje zitten. Het is echt gezellig hier. Hij heeft een slushpuppy. Welke smaak is dit? Blauw. Proeven. Blauw. Blueberries of zo. Ik ben hem vergeten in te smeren, dus Nesim gaat het nu doen voor mij. Ik verbrand echt zo snel. Beetje dik erop. Wat? Beetje dik erop laten zo. Ja. Weet je dat ik al die jaren zeg maar toen ik op vakantie was geweest ben ik wel altijd bezig geweest met bruin worden en dit jaar echt totaal niet, maar meer met insmeren. Voor zorg dat ik gewoon niet verbrand, want ik heb er echt geen zin meer in. Nini, ik wil wel echt op mijn gezicht, man. Dat is wel echt belangrijk. Ja, ik ook. En mijn nek. Mijn eigen ijskoffie maken, want die van hier is niet te pruimen. Er zit echt zoveel suiker in. Dus ik heb ijsklontjes hier. Lekker koffie eroverheen. Heerlijk. Wil je ook een rietje? Ja. Benieuwd hoor. Fucking lekker. Veel beter dan die van hier. We hebben dus plekjes, zogenaamd. Want hierop en daarop waren gewoon deze zwembandjes van een kind. En Nesim claimt deze plek gewoon. Dus dan? Wat is dit voor onzin? Ik leg mijn zwembadje op een bank en hij is van mij. Maar een handdoek is toch hetzelfde? Ach man, een handdoek snap ik nog. Op handdoek lig je op een zwemding. Vanaf morgen leg ik mijn tandenborstel hier, ik lig hier. Wallah. Nou, ik ben gewoon aan het genieten van mijn nootjes, jongens. En? Wanneer je net stoer iemand anders de plek hebt gepakt, maar voor die komt net eentje vrij. Oh, we hebben weer legale plekken, jongens. Wallah. Nou, jongens, we zitten weer dik te zijn. Lekker hoor. We hebben alles besteld wat God verboden heeft. Heerlijk. We gaan weer lekker dik worden. Zo. Gelukkig is het allemaal vers gemaakt hier. Dus in een hoekje maken ze dus alles vers voor je. Pasta en pizza en zo. Wat zit erin? Veel beter dan zo'n all-inclusive buffet. Met kip is dit. In pesto. Ja. Jongens, de pasta is lekker. De pizza is heerlijk. Wat vind jij ervan? Goed man. Mimi, is dit niet goed? Doe iets. We zijn net weer in het hotel en ik heb net gedoucht en ik ben alvast begonnen met make-up. Het ziet er heel heftig uit nu, jeetje. En mijn haren ga ik zo ook even doen. Ik was dus begonnen met lezen en toen had ik letterlijk 1 bladzijde gelezen. En toen werd ik gebeld door onze hypotheekadviseur en was ik daar weer mee bezig en kreeg ik veel stress. En wie heeft jou gered? Ik moest even een paar belletjes doen en zo en ik werd daar helemaal gestrest van. En Nesim was voetbal aan het spelen en bla bla. Toen had hij me daarna geholpen. Dat is dus opgelost. Ik ga me nu even verder opmaken. Ik ga even mascara opdoen en zo. Even mijn haar verder doen. Een outfit uitkiezen. En dan gaan we naar beneden. Het is weer etenstijd. Nesim wil nog een video even afronden. En ik wil ook nog een foto maken. Een nieuwe outfit. Ik heb weer eens voor de verandering. Sorry, die ligt zoveel. Lipgloss op. Ik weet niet of ik het heel erg mooi vind met deze lipliner. Misschien moet ik even een iets lichtere lipliner doen. Ik heb even een andere lipliner opgedaan. Veel mooier. De andere was echt veel te hard voor... lipgloss. Ik ga me verder klaarmaken en dan zie ik jullie straks. Ik heb me net helemaal klaargemaakt. Mijn make-up gedaan. Mijn haar zit goed. Ik ga even lekker op het balkon staan. Zo, lekker weer. Dit is mijn outfit ook. Ik heb een setje aan van boohoo.com. Net zien van mijn outfit op een picknicktafel lijken. Wat is er? Ja, praat maar op. Dat was het. Je vindt mijn outfit lelijk, maar ik wil je gewoon een foto mee en daarna doe ik het gewoon uit. Instagram live, waar ben je nou? Wat gaan we nu verder doen? Ja, dan hoop ik het weer. Wat? Wat? Nee, doe normaal. Wow. Wat ga je doen? Oh, het is zo warm buiten, niet normaal. Wat ga je doen? Moet je fixen toch? Ja, beter. Ja. Oh, die barbecue is weer aan. Wat ruik ik? Ik ben echt benieuwd wat vandaag op de barbecue staat. Ik heb er echt zin in. Woe! Heb je al trek, Nes, of nog niet? Ja, ik heb wel honger, maar... Niet trek in het eten van het hotel? Nee, man. We zijn het al inclusief gebeuren een beetje beu, toch? Ik ben bang dat als ik zeg maar over een paar dagen hier weer wil eten, dat ik gewoon over mijn nek ga. Ja, dat heb ik ook wel. Zullen we er buiten gaan eten? Ja, wil je dat? Even kijken als we vandaag hebben, toch? Zo kan je beter de outfit zien. Wij zijn nu een video aan het opnemen voor Nesim. En ik sta hartstikke voor paal. Want mag ik jou filmen hoe je er nou uitziet? Hij heeft zijn complete neppe Gucci outfit aan. En het is echt heel verschrikkelijk lelijk. En ik moet daarmee lopen. En mensen kijken hem ook echt aan. Kom. Dit is dus zijn outfit. Oh, maar zonder mijn hoofd, ik wil alleen die petje maar zien. Veel mooier dit. Ja, toch gewoon echt hier, kijk aan, hè? Oh my god. Nes en ik hebben zeg maar wel besloten vanaf nu om niet meer naar een all-inclusive te gaan, want qua eten matcht het sowieso totaal niet meer met wat wij eigenlijk sowieso eten. Want wij dachten van, nou je hebt ruime keuze, dan kan je lekker gezond eten. Maar dat is echt helemaal niet waar. Je hebt echt heel veel koolhydraten en weinig gezond, vind ik, hè. Tenzij ja, en niet alles wat gezond is, is ook per se lekker. Dus ja. Kijk, Nesim's nieuwe gekke bord. Hij is in de rij gaan staan voor dit, maar het is echt super lekker. Ja, veel beter, joh. Lekker veel. Zal ik even proeven? Proef voor jou? Ja. Moment, hè? Deze heb ik net geproefd, super lekker. Deze is zo lekker, Nesim. Ja? De barbecue, wel. Je proeft de barbecue. Echt? Mijn buik ontploft gewoon. Niet normaal. Ik ga echt alles uittrekken. Ik doe een lekker shirtje aan, iets wijs. En even chillen in de kamer en Nes even bijkomen. Woe! Mijn haar. Zo! Dat was dat even. Doe ze de airco even aan, alsjeblieft, schat? Ja, even mijn haar vast. Oh! Nog een beetje kapot. Oh! Wat eten? Ik kan niet meer. Misschien echt stom om te zeggen, maar ik kan maar gewoon niet genieten van mijn dag. Als ik zo vol zit van het eten en dat ik heel veel koolhydraten heb gegeten en bladebla. Ik voel me ook net echt een opgezwollen beer. Het is echt zo'n groot verschil met hoe ik hier naartoe kwam. En dit is inmiddels dag 4. Ik ben gewoon echt enorm opgezwollen. Ik heb natuurlijk echt heel lang geen koolhydraten gegeten. En ze gebruiken natuurlijk heel andere zout in het eten. En ze gebruiken heel veel zout in het eten. Maar zout ga je sowieso meer opzwollen. Dus ik voel me echt gewoon één enorme beer gewoon op dit moment. Wat nog meer? Oh ja, vandaag blijven wij dus gewoon in het hotel. Want we zijn hier dus inmiddels 4 dagen. En we hebben nog niet gewerkt. Er moet gewoon nog gewerkt worden. Dat is zo dom, hè? Wat? Ik heb net een swipe up gedaan, maar ik had nog die Galatasaray link. Dus ik pak zo mijn laptop. We hebben allebei onze laptop gewoon netjes mee. En dan gaan we even lekker aan het werk. Ik ga straks even, denk ik, koffie bestellen of zo. En dan zitten we hier gewoon lekker gezellig op onze kamer. Nou, dat is een beetje de planning. Ik kan ook even nu een beetje uitbuiken op bed, want... En ik heb echt geluk dat ik mijn Weestrain ook bij me heb. Want ik hou heel veel vocht vast over mijn hele lichaam. Handen, voeten, benen, armen, noem maar op. Maar ook bij mijn buik. Dus een Weestrain is echt gewoon heel erg chill. Morgen gaan we op excursie, dus dan ga ik het vandaag gewoon even dragen. Dat ik morgen misschien iets minder opgezwollen ben, maar... Veel water. Ik denk het niet. Hey nou. Oké, Jelle, bel. Nee, ik wil niet bellen. Bel! Zing op! Zing op! Ik bel. Kom op, bel nou. Ik kom niet. Schat, ik heb zin in een ijsje. Waarom bel jij niet? Bel jij. Die vrouw haat mij. Kom op. Maar ik moet echt heel erg lachen. Praat gewoon, je kan toch Engels? Ja, maar jij laat me lachen. Nee, wallah, ik doe niks. Maar nee, ze hing net op mij, dat is echt verschut. Doe nou! Niet lachen. Hi, I have a question. Jongens, ik moest het verplicht van Nesim naar de balie bellen en in het Engels praten. Omdat hij me dan kon uitlachen, omdat mijn Engels echt bagger is. Maar we hebben echt kapot hard gelachen. We gaan nu even naar het buffet, want die is nog letterlijk 20 minuten geopend. En we wouden nog even een toetje scoren. Dus dat is voor nu de planning. En ik vind het echt heel erg chill dat we vandaag in het hotel zijn gebleven. Want we zijn echt kapot gewoon. En Nesim viel daarnet gewoon in slaap. Dus... Goede keuze. Ja, we gaan straks naar de game hall, want die is hier beneden. Morgen gaan we op excursie. We moeten vroeg naar bed. Dus dan moeten we ook nog inderdaad vroeg naar bed. Nog wat. Chilling! Oh, deze lift is in de avond best wel leuk. Spannend of zo. Disco. Wat ga je eten dan? Ik wil eigenlijk kruimelkoekjes. Maar ga je niks eten van de buffet dan? We gaan even kijken, ja? Die van Marie. Bedoel. Lekker fruit, jongens. Guys, dit zijn mijn lievelingskoekjes. Deze. En deze. En deze. Dat zijn van die kruimelige koekjes. Die hebben een speciale naam. Maar ik weet even niet meer. Het is een moeilijke Turkse naam. Maar deze is echt mijn favoriet. Mijn chilling. Met de oudjes. Wat is dit dan? Well, ik weet niet. Ik ga alles proeven. Maar dit is echt lekker. Oh, het heet Krabia. Ik kon niet op de naam komen net. Wij zitten hier zo chill op deze bank. Dat is gewoon hier gaan liggen. Ik moest net een theetje pakken voor deze harige man. Zo, benen ons even lekker op z'n benen. Spreid je benen anders, schat. Nee, man. En ik krijg zo lekker een Turkse koffie. Daarna ga ik editen, want ik ben nog steeds niet gestart. En daarna gaan we gewoon slapen. Vanmorgen moeten we vroeg op. Binnenkort gaan we een video maken dat Miriam tegen iedereen Engels moet praten. Oh, dat wordt echt zo verschrikkelijk. Ik ga echt niet zo dopen wat een verschrikkelijke vlog dat wordt. Maar het wordt wel grappig, dus ik doe mee. Ik ga gewoon tegen jou zeggen wat jij moet zeggen tegen anderen. Oké, maar dan moet je mij niet laten lachen, zoals vandaag. Nee. Dus ik doe voor het eerst de koelkast open hier. En ik zie dit. Hij heeft gewoon stiekem dit lopen eten, man. Stiekem.